Amicitia Lekkerkerk, een dossier wat al langere tijd loopt. Nu is er een koper gevonden voor Amicitia, maar ja, de vraag blijft voor de verenigingen, hoe nu verder? Bij ons Bert Lammers van de Regiocor en Jan van Aardonk van de Bridge Club, welkom. Ja, Amicitia Lekkerkerk, sinds 2019 al gesprekken en eigenlijk de geschiedenis gaat nog veel verder in de tijd, hè Jan? Want hoe is het ooit ontstaan dat jullie daar gehuisvest zijn? Wij hebben vroeger gebidst in het gebouw in Lekkerkerk. Daar zaten eigenlijk alle verenigingen, een oud schoolgebouw was dat. Nou, dat voldeed niet meer aan de eisen van de tijd en moesten we uit. En toen heeft de gemeente gezorgd dat we in Amicitia konden, dankzij subsidies. En nooit meer voor een ander gebouw gezorgd, dus dat loopt eigenlijk al heel lang eigenlijk. Het liep gewoon eigenlijk hetzelfde voor het regiocor, ja, ook vanuit het gebouw. Sinds op is niet dan, dit jaar bestaan we 25 jaar en we zijn gelijk in Amicitia begonnen. En we weten eigenlijk niet anders. Ja, Amicitia, het partycentrum in Lekkerkerk, een begrip in de regio voor jongeren, voor ouderen, voor verenigingen, voor iedereen eigenlijk. Maar nu is er een koper. En hoe verder? Ja, en daar hebben we ons 2 jaar geleden al zorgen over gemaakt. En toen ook al kenbaar gemaakt aan de gemeente. En we wisten dat het contract met de Adskeerde en de beheerder van Amicitia werd opgezegd. Ja. We kregen dan al 2 jaar onze subsidie doorbetaald, zeg maar, vanuit de gemeente. Maar een andere locatie was er niet bij. Nee. Is die zomaar gevonden ook, een andere locatie? Nou, je vindt zomaar geen locatie die grootte heeft. Ja. En voor deze verenigingen, maar ook voor toneelverenigingen, muziekuitvoeringen. Er is natuurlijk gebeurd heel veel meer op een dorp. Maar even wat feiten op een rijtje. Amicitia Lekkerkerk, de thuishaven, de huisvesting van vele verenigingen. Voor en de oefenavonden en de uitvoeringen die er zijn als straks alles weer kan en open is. Ja. Amicitia, de beheerder, gaat ermee stoppen. Hè? Wordt ouder, heeft geen vervanger en die zegt gewoon, het is voor mij genoeg, het staat te koop. Er is een koper nu die zich heeft aangediend. De gemeente heeft het contract ook met Adscheer opgezegd. En dat contract, het is een privaat gebouw. Hè? Het is van de eigenaar zelf, niet van de gemeente. Maar de gemeente legt er geld bij voor subsidie voor de vereniging. Voor de vereniging. Om daar tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs te kunnen oefenen. Ja. Maar het is er niet meer. Jullie hebben een initiatief gestart, hè? Want ook jullie zien het aankomen, zeg maar. Hè? De initiatiefgroep Dorpshuis opgericht. Ja, klopt. Wat willen jullie met de initiatiefgroep? Ja, sowieso hè, dat er in ieder geval een dorpshuis komt voor de gemeente Lekkerkerk. We hebben altijd gezegd, we praten niet alleen voor ons drieën. Hè, niet voor de Brits regiokor vrouwen van nu, die ook in de initiatiefgroep zit. Maar we praten over de hele bevolking van Lekkerkerk. Als Amicitia wegvalt, is er geen ruimte waar naar voorstellingen gehouden kunnen worden, waar concerten gegeven kunnen worden. Nou, Sinterklaas, denk aan de wielerronde. Ja, heel veel activiteiten die er zijn in Lekkerkerk. Een ruimte eigenlijk waar iedereen naartoe kan. Het moet eigenlijk de kern van Lekkerkerk zijn voor het verenigingsleven, jongen. Juist, dus Lekkerkerk. Ja. Het Lekdorp, wat een. Het Lekdorp, waar in het verleden uit de hele omgeving iedereen naartoe kwam. Ja, dat weet ik nog wel, de tijd in Amicitia. Maar goed, daar gaan we het hier niet over hebben. Nee, dat de shop, dat is verleden tijd. Dat is verleden, maar We willen wel dat er iets blijft in Lekkerkerk. Ja. Waar we dus met z'n allen van kunnen. Een begrip uit het verleden, wat nu bijna vergane glorie is. Hè? Laten we het zo zeggen. Maar jullie moeten verder, want die huisvesting moet er zijn. Ja. Jullie hebben plannen ingediend, in gesprek met de gemeente. Hoe lopen die gesprekken? Zeer moeizaam. 2019 hebben we het al te horen gekregen natuurlijk. Vorig jaar februari hebben we het eerste gesprek gehad met wethouder Sleeuwenhoek. Daarna is de hele tijd stilgebleven. Op ons aandringen van de initiatiefgroep is er kort geleden dan weer een gesprek geweest. En toen kregen we de mededeling, er is waarschijnlijk een koper voor Amicitia. Ja. De plannen zijn nu gewijzigd en het initiatief ligt bij jullie. Ja, tot 2022 zou het allemaal klaar zijn, hè? Tot juli 2022. Ja. Maar er moet wel een vervangende ruimte zijn, hè? Want wat jullie hadden gezegd, hè? Het kan een dorpshuis worden, hè? Er is wel geld nodig om het dan op te knappen, want het is achterstallig onderhoud, hè? De wethouder Leon de Wit heeft dat ook al gezegd, zeg maar, hè? Ja. Moet veel geld in, maar goed, de gemeente heeft ook 20 jaar geld in de zak kunnen houden. Ja. Juist. Er zijn natuurlijk, er is een ruimte, het gemeentehuis, denk ik zelf daarna. Als alternatief. Maar goed, jullie zijn ook in gesprek met de bibliotheek, hè? Ja. Bibliotheek zou er graag bij. Ja, we hebben op een gegeven ogenblik hebben we contact gezocht met de bibliotheek. In opdracht van de bibliotheek is er zelfs een architectenbureau in gehuurd voor verbouwing van Amicitia, waarin het zou voldoen aan de modernste eisen. En dan zou het zowel de bibliotheek als de deelnemende verenigingen zouden alle
allemaal in Amersfoort terecht kunnen. Maar ook nog met een maatschappelijk iets erbij, want de dagbesteding hebben jullie ook betrokken. Hè? Want de dagbesteding zou functies meegaan, kunnen willen. Zou blijven ook. In het schoonhouden, het faciliteren, misschien wel een stukje restaurant gedeelte, horeca gedeelte. Een stukje horeca, ja. Maar is het businessplan, is het ook financieel haalbaar? Hè? Want je maakt een plan, er zitten financiën aan. Zou het financieel haalbaar zijn om het dorpshuis als gemeenschapshuis te verbouwen? Niet alleen voor verenigingen. Ik denk dat je er ook iets commercieels in moet kunnen laten gebeuren. Dus, zeg maar hier een bedrijf die zegt van ik wil daar een keer een avond in organiseren. Ja. Een combinatie van commercieel en cultureel. En dan zitten we te denken aan een stichtingsvorm, zeg maar. Ja, zo zijn er meerdere vormen, zeg maar, binnen de Krimpenerwaard. In Stolwijk hebben we ook een stichtingsvorm die een verenigingsgebouw doet. En er zijn allerlei kernen. Iedereen heeft een gemeenschapshuis. Gesubsidieerd ook, behalve het Lekdorp straks. Ja, en het Lekdorp is toch een groot dorp in de Krimpenerwaard. Een kern die er ook bij hoort en zeker niet vergeten moet worden. Je zei het net al, Jan, misschien een andere locatie. Want er is ook sprake van het gemeentehuis eventueel. Er zijn natuurlijk gesprekken over een nieuw gemeentehuis in de gemeente Krimpenerwaard. En toen hebben wij de vraag gesteld, wat gebeurt er dan met de huidige locatie in Lekkerk? Nou, er is nog geen uitsluitsel over. Daar kunnen ze nog geen nadere mededeling over doen. Maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar om de politiek wakker te schudden, het zou misschien ook een financiële mogelijkheid zijn. Omdat je het kan combineren met appartementen boven ook nog. Ja. Ook nog, ja. Dus de exploitatie, de begroting, kan misschien nog wel rondgemaakt worden daarmee. Dat denken wij, maar... Ja. Normaal, ik ben vroeger een broekenverkoper geweest. Dit weet ik dus niet. Ja, maar zo, je moet je nooit op de achtergrond zetten. Want in dit soort maar ik denk dat dat tot de mogelijkheden behoort. Ja, want het is nu heel spannend. Hè, want de tijd dringt. Hè, de tijd gaat hard. We hebben een hele tijd stilgestaan. Althans, jullie zijn bezig geweest. En de andere zijde heeft stilgestaan. Hè, geen gesprekken geweest. Gesprekken komen weer een beetje op gang. Want hoe moeten we nu verder? Want die ruimte moet er komen, denk ik. Ja, inmiddels na het interview van Leon de Wit in Contact... lijkt het alsof de bevolking van Lekkerkerk toch wat wakkerder geworden is. En we hebben een aantal verzoeken gekregen van bezorgde Lekkerkerkers die zich willen aansluiten bij de initiatiefgroep. En om een vuist te maken. Ja, en vorige week zijn de eerste gesprekken geweest. En ja, waarschijnlijk gaat het zo lopen dat alle Lekkerkerkers een flyer door de bus krijgen. Dat wilde ik juist vragen. Ja. Want jullie gaan echt de mensen opzoeken, zeg maar. De mensen in Lekkerkerk opzoeken, want dat is belangrijk voor de gemeenschap. We hebben iets nodig. De politiek wordt ook wakker. Dus we hebben al een paar politieke partijen die zich er ook hard voor gaan maken. Ja, lokaal op 1 heeft al vragen gesteld. Lokaal, CDA, PvdA, die zijn er allemaal. Ze zijn op de hoogte ook, ja. Maar goed, in ieder geval een hoofdpijndossier ook. Hele spannende tijden voor jullie. Heel veel succes en heel veel sterkte ook met de zoektocht naar een mooie ruimte. En laten we hopen dat er op korte termijn een besluit mag vallen dat er een prachtige huisvesting komt voor een gemeenschapshuis. Voor jullie verenigingen, maar ook zeker voor alle andere verenigingen Lekkerkerk. Dankjewel.